De vorige keer dat ik hier het verhaal mocht vertellen, toen zei ik al dat ik vragen had bij het offergebeuren. Offergebeuren in de Bijbel en dan eigenlijk de vraag, ja, waarom moet er nou een dier worden geslacht bij dat offer? Waarom moet er nou bloed vloeien? Nou, aan die vraag ben ik de vorige keer niet toegekomen. Ik weet niet wie er toen allemaal bij was van jullie. Toen heb ik het alleen over het bloed gehad. Ik weet niet of u dat nog weet. Ja. Ja, niet iedereen zal er misschien bij geweest zijn. Toen hebben we het ook al wel over offers gehad. We zagen dat eigenlijk in de cultuur altijd geofferd werd in de mensheid. Ook mensenoffers werden gebracht, niet alleen dierenoffers, om goden gunstig te stemmen. Ook bij het Joodse volk zeiden we toen werden de offers gebracht. Maar toen zei ik al dat bij het Joodse volk heel anders was, die offers. En dat begon bij het Joodse volk natuurlijk al bij de uittocht uit Egypte. Want in Egypte was het een volk geworden. En toen ze daaruit moesten trekken, toen moesten ze een lam slachten. En dat bloed aan de deurpost aanbrengen, weet u nog. Bloed dat vrijmaakt. Bloed als teken van nieuw leven, hè, dood en opstanding. Nou, vandaag wil ik dan eens naar die offers gaan kijken. En ik begin natuurlijk eerst met een inleiding. En dat is deze keer wel een hele bijzondere inleiding, al zeg ik het zelf. Kijk, wij zijn, of in ieder geval ik, maar ik neem jullie daarin mee. We zijn aan het worstelen over dat gebeuren, hè, met bloed vorige keer. Vandaag gaan we aan het worstelen met die offers. Hè, wat is daar nou de zin van? Wat kunnen wij daarvan leren? En ik ben niet de enige die daarmee aan het worstelen is. Ik kwam een kunstenaar tegen die hier ook mee aan het werk is geweest. Het zullen er vast meer zijn geweest. Maar dit is Hermann Nietzsche. Iemand wel eens van Hermann Nietzsche gehoord? Nou, dat is mooi. Want dan kan ik jullie een nieuwe kunstenaar introduceren. En het is niet zomaar een kunstenaar. Het is een wereldberoemde kunstenaar. Dus op zich, hè, verrassend dat je er niet van gehoord hebt. Nou ja, misschien ook niet zo verrassend. Dat zal straks blijken. Oostenrijkse kunstenaar. Dit is een vrij recente foto van hem. Hij is nu 82 jaar oud. Ik heb hem nog een keer, hij poseert hier voor een van zijn schilderijen. Vanaf 1961, dus dat is alweer bijna 60 jaar, begon hij dit soort werk te maken. Bloed, of ja, geen bloed, rode verf wat hij uitgiet. Hier zie je nog wat werk van. Hier is hij aan het werk. En ja, dit soort werk maakt hij dus al 60 jaar. Maar hij begon in die tijd, in de jaren 60, begon hij ook zijn ideeën te ontwikkelen voor het, wat hij later noemde, het Orgien-Mysterien-theater. Dat is beeldende kunst, theater dus. En daar is hij eigenlijk heel bekend mee geworden. En wat hij daarin wil doen is verbinding leggen met die oude offercultuur. Dat zijn echt, als je dat voor het eerst ziet, afschuwelijke theaterstukken. Dit is een affiche uit 1970. Tijdens dat theaterstuk slacht hij een beest. Hij staat hier, hij is onder het bloed, hij staat in de ingewanden van zo'n beest. Dat noemen ze dan kunst, hè? Beeldende kunst. Enorm aan het worstelen met dat begrip. Nou, vanaf de jaren 70 gaat hij die theaterstukken opvoeren. Die duren soms wel 6 dagen en nachten. Dat doet hij op zijn landgoed. Later heeft hij een heel goed, groot landgoed gekocht. En dan zie je dit soort afbeeldingen. Nou, dan zie je al, dat heeft wel iets. Hè? Je ziet er iets christelijks in. Dus het is niet zo gek, hè, als je dan hoort dat de kerk in die tijd daar enorm tegen opstand kwam. Dat zijn kunst verboden werd. Enorm ophef werd er gemaakt. Kritiek vanuit de kerken. Het zijn wel nauwkeurig geregisseerde toneelstukken. Ze worden ook op het toneel opgevoerd, dus met zang en dans. Ja, ik zou zeggen bizar, hè? Maar Hermann Nietzsche is een groot kunstenaar. Hij heeft in 2005 de Oostenrijkse Staatsprijs gekregen voor zijn werk. En in 2007 is er zelfs een museum voor hem gebouwd in Oostenrijk. Nou, wat wilde hij hier nu mee? He, waarom deze kunst, zoals dat dan genoemd wordt, of moeten we zeggen, dit is gewoon een idioot.
Ik las op internet dat hij hiermee de deelnemers maximaal wil prikkelen, zodat er een bewustzijnstoestand wordt bereikt waarin het levensproces op een intensieve wijze wordt ervaren. Zometeen zal ik uitleggen waarom ik dit als inleiding heb genomen, maar ik wil je eigenlijk eerst nog iets van hem laten zien. Bij zijn kunst gaat het namelijk niet alleen om het resultaat, dus niet alleen maar om wat hij maakt, maar het gaat ook vooral om het proces. Er zijn vaak veel mensen bij betrokken. Ik wil je daar eigenlijk iets van laten beleven en voor zover als dat dan gaat met een scherm en geluid, ga ik je iets laten zien ervan. Wees niet bang, er worden geen beesten geslacht, maar zijn kunst is natuurlijk wel heel intensief. En dat komt ook door de muziek. Je hoort onder wat ik laat zien, hoor je muziek van hem. Dat is een orgelconcert en later nog weer andere muziek. Stukje van Hermann Nietzsche. Men
aan de arbeid met symbolen überladen is, hebben we eigenlijk niets met symbolen te doen. Also, deze farben zijn niet een symboolverhältnis. Zelfs bloed is dat wat het is. Het is bloed en het is gar geen symbool. Het is in zijn werkelijkheid nahezu erhaben über das Symbol. Die Ausweitung eines Tieres ist ein Malakt. Also in dem Sinn habe ich schon mit den Händen ganz tief bis zu den Ellbogen im Blut und Eingeweiden gefühlt. Ich würde sagen, in den Eingeweiden der Malerei. Und wenn Sie sich die Geschichte ansehen, da gibt es immer wieder Bilder von geöffneten Tieren, also von geschlachteten Ochsen in der niederländischen Malerei. Also wie gesagt, diese Intentionen hat es schon gegeben und ich habe sie weiterverfolgt und vielleicht tiefer, realistischer und losgelöst von den Zwängen der alten Malerei verwirklicht. Es ist unappetitlich mild geworden. Aber Kunst ist immer ein Kampf. Das sinnliche, intensive Erleben ist mir sehr wichtig und das möchte ich den Menschen lernen. Und in dem Sinn soll mein Fest, obwohl es sehr viel mit dem Tragischen zu tun hat, ein Lebensfest sein. Und ich möchte mit meiner Arbeit Tod und Auferstehung zeigen. Tod und Auferstehung, das haben Sie in der ganzen Welt, das haben Sie durch die Jahreszeiten gegeben. Jetzt haben wir den Winter
Und sehr bald wird es wieder Blüten geben und Früchte und dann wieder den Winter. Also das ist ein Kreislauf des Lebens und das scheint mir sehr, sehr archetypisch und grundsätzlich. Und das ist ein Grundmotiv meiner Arbeit. Wat vonden jullie hiervan? Wat zei je? Wat vonden jullie hiervan, sorry? Ja. Je zei, ik bedoel een glaasje water voor me. Want? Nou, ik vind het absurdistisch. Ja. Ze zagen eruit als dopelingen in dat wit. In dat wit, ja. Vreemde kunst, hè? Ja, kunst. Of je dat kunst kan noemen. Ja. Soms grenzen het aan waanzin. Ja. Ik vond zijn kunst ook heel bizar toen ik daarmee in aanraking kom. Heel erg intens. Het raakt wel ergens iets bij je, tenminste. Bij mij wel. Hè? En dat is in eerste instantie inderdaad misschien alleen maar afschuw. Wat er dan geraakt wordt. Hij zegt ook, het is niet symbolisch. En vervolgens legt hij uit hoe symbolisch het is. Ja. Ja, dat is misschien niet goed te begrijpen. Wat ik wel dacht is, misschien doen wij hier wel net zoiets als wat die kunstenaar probeert. Hè? Worstelen met wat dat nou is. Hè? Wij doen het op intellectueel vlak. Nietzsche bevrijdt zich, zegt hij, van de oude beperkingen van de schilderkunst. En hij komt zo tot een diepere beleving. Ik denk dat wij op heel veel manieren ons aan het bevrijden zijn van alles wat wij hebben meegekregen. Om ook op een diepere manier te beleven wat het leven nou eigenlijk is. En ja, het is wel even wat anders dan dat je in het Rijksmuseum naar een schilderij staat te kijken. Het is toch een hele andere beleving die niets bij ons oproept. En het gaat hem, zegt hij, om de sinnlich intensieve erleben. De zintuigelijke intensieve ervaring. Ja, dat is natuurlijk heel anders dan wat wij hier doen, intellectueel bezig zijn. En wat hij doet is ook, hij wil begrijpen... Tod und Auferstehung, dood en opstanding. Aan de ene kant doet Nietzsche dat dus van buitenaf, zou je kunnen zeggen. Hè? Zintuigen, het aan de lijven ondervinden, het ervaren. En wat wij aan het doen zijn is eigenlijk meer intellectueel, met ons verstand, met woorden, eigenlijk van binnenuit. De buitenkant... Zeg maar de vorm waar Nietzsche mee bezig is. En wij zijn meer met de binnenkant bezig. Met de inhoud. Vorm en inhoud. En die horen eigenlijk bij elkaar. Vorm en inhoud. En daarom vond ik deze inleiding eigenlijk zo passend. Die vorm van dat offeren. Hè, dat is wat die Israëlieten natuurlijk ook zintuigelijk meemaakten. Hè. Als zij met een offer. Met zo'n grote os. Of als ze wat minder geld hadden. Met een geitje of zo. Met een bokje. Naar de tempel liepen. En daar op het tempelplein van de priesters eigenhandig zo'n beest de keel moesten doorsnijden. Dat is wel de vorm van offeren waar de Israëlieten mee te maken hadden. Afschuwelijk. Nou, mijn vraag waar ik mee begon en waar ik mee zat, die ging over die buitenkant, over de vorm. Waarom moet er nou zo'n beest worden geslacht? Waarom moet er nou bloed vloeien? En daarin speelt die afschuw mee zoals je dat ook ervaart bij Nietzsche als je dat voor het eerst ziet. Maar gaandeweg kwam ik erachter dat als je iets over die vorm wilt weten, dan moet je naar de inhoud kijken. Ja, als je die kunst van Hermann Nietzsche wil begrijpen, dan moet je vooral naar Hermann Nietzsche luisteren. Maar je moet ook luisteren wat dat met jezelf doet, hè? Wat aan de binnenkant. En ik wil eigenlijk een heel duidelijk voorbeeld geven waar ik tegenaan liep. En dat is met dit glas thee. Nou zit er water in, want de thee was op, maar met water lukt het ook wel. Nee, met water lukt het niet goed, maar dat maakt niet uit. U snapt het wel. Theeglas, hè? Buitenkant glas. En de binnenkant, dat is dan de, even wat verbeeldingskracht, de thee. Waarom
deze vorm, hè, van dat theeglas, hoe kunnen we die begrijpen? Nou, dan moet je dus naar de binnenkant kijken, naar de inhoud kijken. Ja, dus waarom is het een doorzichtig glas bijvoorbeeld? Ja, waarom zit er een oortje aan? Allemaal dat soort dingen. Nou, als je weet dat er thee in moet, dan snap je dat. Hè? Want er gaat heet water in. Dan een theezakje, dan kan dat even trekken. Dan kun je zien of het de goede kleur heeft. Dan moet het theezakje eruit. Nou, dan kun je voelen of die al warm genoeg is om te drinken. Zo niet, dan heb je in ieder geval een oortje waarmee je zo'n heet glas kunt verplaatsen. En als die dan warm genoeg is om te drinken, nou, nu gaat het, dan proef je even. Hoor je van? Nou, en waarom deze grote? Ja, dit is ongeveer precies genoeg. Hè? Dat is de ervaring leert dat mensen dit in één keer prettig vinden om deze grote te drinken. Ja? Dus door naar de inhoud te kijken, leer je de vorm begrijpen. Dat is eigenlijk het idee. Vorm is namelijk ergens voor bedoeld. Hè? Vorm wil iets overbrengen. In dit geval wil het thee overbrengen naar mij. Stel, we hebben iemand uit zo'n stam, de Rimboe, de Amazone of zo. Hè? Die in één keer pop is die hier. Nog nooit met onze cultuur in aanraking geweest. Die weet helemaal nergens van en die krijgt voor het eerst zo'n glas in handen. Ja, hoe kijkt hij hiernaar? Hè? Wat is dit? Ja, geen idee. Is het misschien iets om doorheen te kijken? Het is fantastisch als je dat doet. Allemaal rare vormen, heb je dat wel eens gedaan? Wat zou het zijn? Een muziekinstrument? Kan toch? Of is het... Ik hoor zee. Misschien nog wel een orakelspreuk straks. Wie weet. Waar is het voor bedoeld? Ja, hij heeft geen idee als je zoiets nog nooit hebt gezien. Dus door naar de vorm te kijken, ga je begrijpen ja, wat dit is. Door naar de inhoud te kijken, ga je begrijpen wat deze vorm is. Er is nog iets heel belangrijks met vorm en inhoud. Want vorm en inhoud moet je niet van elkaar scheiden. Hè? Vorige keer zei ik dat Weinreb's definitie van zonde was. Weet u het nog? Het scheiden van zaken die bij elkaar horen. Vorige keer hadden we het over bloed. Heel kort eventjes dan nog een herhaling. Bloed had ik toen uitgelegd, ga ik niet opnieuw doen. Bloed is de intermediair tussen geest en lichaam. Hebben we toen gezegd. En als je dus bloed van iemand laat vloeien, dan scheid je eigenlijk geest en lichaam van diegene. Ja, en daarom is het laten vloeien van bloed is zonde. Want geest en lichaam worden van elkaar gescheiden voor de bestemde tijd. Ook weer heel duidelijk te maken met zo'n glas, hè? Als ik dit nou per ongeluk omstoot, ja, dan roept iedereen, oh, zonde. Nou, dat klopt. Want dan scheid ik de thee en de vorm ja, voor zijn bestemde tijd. Hè? Want het is niet zo dat je thee helemaal niet mag, thee niet eruit mag, want de thee is natuurlijk bedoeld om op te drinken. Dus het wordt wel gescheiden op een gegeven moment, deze vorm en inhoud, maar op de bestemde tijd, namelijk als het op temperatuur is en ik het wil drinken. Dat is de hele bedoeling van deze combinatie van vorm en inhoud. Geldt ook voor kunst. Als je bij kunst alleen maar naar de vorm kijkt, ja, waar kijk je dan eigenlijk naar? He, dan is het vaak ja, misschien wel absurd wat je ziet. Ten slotte is er dan nog een derde ding. En dat is ook dat de kunstenaar oprecht moet zijn in zijn kunstuiting. Heel belangrijk, dat hij niet zomaar iets doet, hè, maar dat hij oprecht en eerlijk uiting geeft aan ja, dat wat er in hem leeft. Wat hij voelt, hè. De kunst moet uit zijn hart komen, zeggen we dan wel eens. Heel belangrijk. Dus vorm en inhoud moeten echt werkelijk aan elkaar gekoppeld zijn, een eenheid vormen. En dan, alleen dan is het zinvol. Nou, wat je ook van Hermann Nietzsche en zijn kunst vindt, hij is hier dus al 60 jaar mee bezig, heeft dit ontwikkeld in de loop van de tijd. Dus ik denk wel dat je mag zeggen dat Hermann Nietzsche heel oprecht bezig is met zijn kunst. Het is niet een of andere debiel die maar een schilderijtje maakt en daar goed mee verkoopt. Ja, dat is een oprechte combinatie van vorm en inhoud.
Thee trouwens is ook heel oprecht in dit glas, vind je niet? Thee en dit glas, ja, horen helemaal bij elkaar, dat voel je. Stel nou dat ik zo'nzelfde glas zou nemen. En ik zou hier bijvoorbeeld rode verf in doen. En je zou zo'n glas zien met rode verf, dan denk je toch even, dat voelt toch een beetje raar. Dat gaat prima, hè? Er kan prima rode verf in. Maar je voelt, is iets raars. Want dit glas, dat is niet bedoeld om verf in te doen. En verf is ook niet bedoeld om in zo'n glas te zitten. Ja? Drie dingen dus belangrijk. Ten eerste, om iets van de vorm te begrijpen, moet je naar de inhoud kijken. Ten tweede, vorm en inhoud horen bij elkaar. Die mag je niet zomaar van elkaar scheiden. En ten derde, die vorm en die inhoud moeten ook oprecht met elkaar verbonden zijn. Moeten met elkaar in gesprek zijn, zou je kunnen zeggen. En alleen dan kan die combinatie van vorm en inhoud, die kan ook werkelijk iets overbrengen. Kan effectief iets overbrengen. En dan wordt de inhoud ook makkelijk aanvaard door, ja, bijvoorbeeld door mij als ik thee drink. Hè? Want thee kun je natuurlijk ook in van alles en nog wat gieten. Maar dit is prima aanvaard. Dan wordt het doel van vorm en inhoud wordt eigenlijk werkelijkheid, zou je kunnen zeggen. Vraag dus niet, hè, zoals ik deed, alleen maar naar de vorm. Hè? Waarom moet er een dier worden geslacht bij het offeren? Maar kijk ook naar, ja, het doel daarvan. Wat is nou het doel? Wat is de inhoud? Dus daar moeten we vandaag met elkaar eens naar gaan kijken. Naar wat er met dat offeren wil worden overgebracht. Ja? Nou, en dan wilde ik eigenlijk beginnen bij het boek Leviticus. Het is inmiddels het boek van de Torah. Leviticus vind je een hele uitgebreide beschrijving van allerlei offers. Het boek begint ermee en ja, Joodse kindertjes die gaan leren, die beginnen op hun derde jaar met het Hebreeuwse alfabet te leren. En als ze dat dan kennen, beginnen ze op hun vijfde jaar te leren met de Torah. En dan zou je denken, ja, begin gewoon aan het begin. Maar nee, ze beginnen met het boek Leviticus. Ze beginnen in het midden. Dat is natuurlijk heel apart. Je zou zeggen, die scheppingsverhalen kun je leuke plaatjes bij tekenen, zoals in de kinderbijbels. Begin lekker daar. Nee, doen ze niet. Ze beginnen bij het hele ingewikkelde boek over offeren. Aan het eind zal wel blijken waarom die kindertjes daar beginnen. Er wordt in Leviticus trouwens niet voor het eerst over offers gesproken in de Bijbel. Wat is het eerste offerverhaal, weet u dat? Kain en Abel. Voor degenen die de vorige keer erbij waren bij mijn verhaal, daar ging het ook over Kain en Abel. Dat komt nu na de pauze langs, dat verhaal. Vorige keer hadden we het daarover omdat bloed voor het eerst in dat verhaal wordt genoemd. Maar het is het eerste offerverhaal, dus daarom gaan we daar naar kijken. Maar het Hebreeuwse woord dat met offer wordt vertaald, gebruikelijk, is het woord korbaan. Dat vind je dus niet in het verhaal van Kain en Abel terug, dat vind je pas in Leviticus. Kijk even naar Leviticus, naar het begin, de eerste twee versen. Kun je meelezen of je kan het op je papier ook vinden. Er staat, de Heere riep Mozes en sprak tot hem vanuit de tent van ontmoeting. Spreek tot de Israëlieten en zeg tegen hen, wanneer iemand van u de Heere een offergave wil aanbieden, moet u uw offergave aanbieden van het vee, van de runderen en van het kleinvee. Ja? Hier wordt dus voor het eerst dat Hebreeuwse woord korbaan, offer, gebruikt. Zelfstandig naamwoord komt in de Torah eigenlijk alleen maar in Leviticus en in Numeri voor. Hè? Allebei de boeken evenveel, totaal 82 keer. Dus Leviticus en Numeri gaan helemaal over dat offer gebeuren. Afgeleid van het werkwoord karaf. En als je dat opzoekt, dat werkwoord karaf, dan wordt dat met naderen vertaald. Dichterbij brengen. Ja, dus dat werkwoord wordt in de tekst gebruikt voor het offeren, maar in essentie betekent het naderen. Nou, dat is alvast een belangrijk uitgangspunt, maar ik had zo ingeschat dat u dat al wel wist, toch? Ja, of niet? Ja. Nou, dat had ik al goed ingeschat. Maar dan even een vraag. Want misschien vraag je je net zoals ik af, tot hoever
gaat dat naderen eigenlijk? Tot hoever? Hè? Is dat tot je iemand ziet en dan is het genoeg? Of is het tot je met iemand kan spreken? Hoi! Hoi! Of is het nog verder? Is het, is het misschien zoals vandaag, hè? Tot 1,5 meter hoog, niet verder? Is het tot zover naderen? Of misschien als de coronaregels weer opgeheven zijn, mag je dan naderen totdat je iemand aan kan raken? En tot hoever gaat het naderen? Dat je enige vorm van contact hebt, dat kan op verschillende manieren. Zullen we eens kijken wat de Bijbel daarover zegt? Dan ga ik altijd kijken waar zo'n woord voor het eerst wordt gebruikt. Dat is altijd een belangrijk uitgangspunt. Dat geeft vaak een principe aan. En de eerste keer dat dit werkwoord naderen wordt gebruikt in de Bijbel, dat is in Genesis 12, vers 2. En het gebeurde toen hij, dit gaat over Abraham, toen hij op het punt stond om Egypte binnen te gaan. Ja, dat moet ik even erbij zeggen. Ik gebruik altijd de herziene statenvertaling, omdat dat zo lekker voorleest. Maar de herziene statenvertaling zit niet zo dicht bij het Hebreeuws. Want wat is nou op het punt staan in het Hebreeuws? Dat is een Nederlandse uitdrukking. Dus we kijken even naar de statenvertaling, niet de herziene, maar de gewone. En daar staat, dan snappen we het gelijk. En het geschiedde als hij naderde om in Egypte te komen. Ja, dus waar is naderen voor? Om in te komen. Ja, om binnen te komen. Daar is naderen voor. Heel belangrijk, en daarom ga ik er toch nog even op door. De tweede keer dat dit woord wordt gebruikt in de Torah, is in het verhaal van Abraham en Sara. Sara wordt dan een kind beloofd, weet je nog? En wat doet Sara dan? Ja, kijk. Genesis 18, vers 12. Daarom lachte Sara in zichzelf. En dat in zichzelf, dat is het zelfstandig naamwoord keref. Afgeleid. En je schrijft het net zoals als dat werkwoord karaf. Naderen. Ja, dus in zichzelf, dat is het binnenste. Het ingewand. Keref. Sara lachte in haar binnenste. Hetzelfde woord als het naderen. Nou, gelijk duidelijk. Karaf, naderen, heeft tot doel het keref, het binnenste, te bereiken. Nog een voorbeeld. In Genesis 20, daar lezen we het verhaal dat Abraham met zijn vrouw Sara, met zijn beeldschone vrouw Sara, naar Gerar trok. En daar vertelde hij, Abraham, dat die mooie vrouw, dat zijn zus was. Waarom? Nou, waarschijnlijk was hij bang om zelf omgebracht te worden. Hè? Dat mensen dachten, oh, dat is een mooie vrouw, we brengen die man om. Kunnen we die vrouw in pikken? Nou, bleek niet zo handig van Abraham. Want de koning in Gerar, die hoorde dat ook, Abimelech. En die dacht, zijn zus, dat is mooi, pik in. Dus die liet die vrouw ophalen. Sara naar Abimelech. En toen kreeg Abimelech een droom. Waarin God hem vertelde hoe het zat. En het verhaal vertelt dan in Genesis 20, vers 4. Abimelech was echter nog niet tot haar genaderd. Nou, wat zou daarmee bedoeld worden? Volgens mij heel duidelijk. Maar toch nog een voorbeeldje. Deuteronomium 22, vers 14. Deze vrouw heb ik tot vrouw genomen, maar toen ik tot haar naderde, ontdekte ik dat ze geen maagd meer was. U begrijpt wel. Dat zag hij niet aan de neus. En om het helemaal af te maken, Jesaja 8, vers 3. Ik was tot de profetes genaderd, zegt Jesaja. Zij werd zwanger en baarde een zoon. Dus, bij dat naderen kan het inderdaad gaan zoals je zei, ja, tot een bepaalde afstand. Hè, kan. Maar de essentie van naderen is zo dicht te naderen dat er sprake is van eenwording. Ja? Naderen is zo dicht te naderen, ja, dat het vruchtbaar wordt, dat er sprake is van één wording. En dat is dus heel belangrijk om je dat te beseffen, want als we het hebben over het naderen tot God, het offeren, ja, tot hoever kunnen wij God dan naderen? Nou, het doel daarvan is
één te worden met de ene. En dat is een naderen, net zoals bij Jesaja, een naderen dat vruchtbaar is, hè, waaruit een zoon geboren kan worden. Goed, dat over het Hebreeuwse woord naderen. Maar zoals u weet doe ik dat wel vaker. We kijken even naar de pictogrammetjes. Heb ik eerder gedaan, hè? Weet u dat nog? Was van Jeff Banner, die Amerikaan, die daar een heel boek over had geschreven. Het woord karaf zie je hier staan, de Hebreeuwse letters. En daaronder de drie pictogrammen van rechts naar links natuurlijk. En ik wil eerst even naar die laatste twee pictogrammen kijken. Want die zijn we eerder tegengekomen, namelijk toen ik het over het woord zegenen had. Ik weet niet of je dat nog kan herinneren, maar dat ga ik nu testen. Wat was dat middelste pictogrammetje? Die? Een hoofd. Een hoofd, hè? Dat is wat dat concreet is, zo'n pictogram. En daarnaast kan zo'n concreet pictogram nog allerlei abstracte begrippen vertegenwoordigen. Nou, wat zou het hoofd kunnen vertegenwoordigen voor begrippen? Stand, ja. Nou, alles is goed, hè? Ik bedoel, het is geen exacte wetenschap, dus... Geest, ja. De voornaamste. De baas zijn over iets. Ja, de baas. Kijk, ik heb er zelf een paar neergezet. Het is ook de top, hè? Geen wat aan de bovenkant zit. Het zou ook de hele mens kunnen vertegenwoordigen. Het begin, het eerste. Ja, hè? Je mag hier associëren. Weet jullie nog wat die tweede was? Daar zijn we tegengekomen ooit, maar dat is alweer heel lang geleden. Een huis? Een tent. Heel goed. Ja, het komt weer boven. Dit is het oppervlakte van een tent. Hè? Zo'n normale tent moet je dan voorstellen. Hier zit de man te roken in de ingang en daarbinnen zitten de vrouwen. Zoiets. Dus het is een tent. En waar staat een tent allemaal voor? Wat zijn de abstracte begrippen die erbij horen? Bescherming. Woning. Dak. Huis. Plaatsbaar. Ja, ook. Het is allemaal goed. Ik had zelf dit erbij gezet. Het is natuurlijk het huis. Het gezin woont in een tent. Het gaat ook om het binnen. Hè, binnen versus buiten. Dus in. Familie binnen. Verplaatsbaar. Ja. Ja, je kan er van alles bij bedenken. En dan is daarna wordt natuurlijk de grap. Ja, wat betekenen dan die twee combinaties? Hè? Die reish, hè, de reish en de beet. Reish en de beet. Nou, je kan er allerlei combinaties van maken. Maar ik zou nu willen voorstellen, want ik ben natuurlijk ergens naartoe aan het redeneren. Dat begrijpt u ook wel. Ik zou willen voorstellen, het is het hoofd van het huis. Ja, het hoofd van het gezin, hoofd van de familie. Stamoudste. En zeker in die tijd is dat degene met de meeste kennis en ervaring waar je naartoe gaat om raad te vragen, toch? Wij kennen dat woord, dat kent u van het woord rabbi. Reish beit rabbi. En een rabbi is natuurlijk in religieuze context degene die, waar je naartoe gaat om raad te vragen, de oudste. Duidelijk, denk ik. Nu dat eerste pictogrammetje. Ja, wat zou dat zijn? Ik weet nog dat, volgens mij, ik weet niet of dat hier was, maar iemand zei, dat is een Mexicaan op een fiets. Maar dat is het niet. Ja, wat zou het kunnen zijn? Hè? Ik ga u niet heel lang laten raden. Ja, heel goed. Oog van een naald. Het is een gat. Je zou er bijvoorbeeld zo'n houweel, zo'n ijzeren ding, weet je wel. En dan zit in het midden een gat, dat is het steelgat, waar de houten steel in zit. Dat zou het kunnen zijn. Een gat, oog van een naald, maar er wordt ook wel gezegd, het heeft te maken met de ondergaande of de opkomende zon. Nou, wat zouden hier voor abstracte begrippen bij horen? Ja, ik ga het u gewoon geven. Bijvoorbeeld ontbreken, hè? Bij een gat ontbreekt er wat. Omwenteling,
van de zon, hè, die omwentelt, of cirkelt. Tijd als afgeleide van de zon. Je kan er nog veel meer van bedenken. Dan is nu natuurlijk de vraag, die drie pictogrammen, die combinatie daarvan. Ja, hoe kunnen we dat begrijpen? Wat zouden we daarvan moeten maken? Nou, kijk ik in het boek van Jeff Banner. Jeff Banner weet het niet. Laat het afweten. Ja, dus dan moeten we zelf wat bedenken. En je begrijpt, hè, dat mag, want het is niet exacte wetenschap. Het is om te helpen denken, ja? Een richting in te denken. Dus je mag zeggen, nou, ik geloof er helemaal niks van. Nou, prima. Het is alleen maar een hulpmiddel. Ik dacht aan twee dingen. Ten eerste kan dat eerste pictogram dus een opkomende zon voorstellen. Het licht gaat op. Het heeft te maken met de ommekeer. En dan zou ik willen voorstellen dat die pictogrammen uitbeelden de ommekeer die je ervaart op het moment dat je bij zo'n wijze rabbi binnenkomt en daar om raad vraagt. Ja, dus je zit met een probleem, je gaat naar een stamoudste, naar een rabbi, leg je probleem voor. Ah! En je kunt weer verder. Tweede gedachte die ik had, en dat is bij dat eerste pictogram, dat een gat is. Oog van een naald. En zoals je misschien weet, is het oog van een naald, is dat kleine deurtje in een grote stadspoort. Ja, op het moment 's avonds, als de zon ondergaat en ze doen de stadspoorten dicht, en er is nog een verlaten karavaan die aankomt, ja, sorry, je kan niet meer door de stadspoort, dus je moet maar buiten blijven. Eventueel kun jij nog wel naar binnen, dus dan kun je door dat kleine deurtje, moet je al je rotzooi laten staan. Hè? Dan laat je een knecht bij je karavaan staan, die past daar dan op. En zelf kun je tot in het hart van de stad komen. Ja, binnenkomen zonder bagage, ballast. Alleen een mens kon daardoor naar binnen. En misschien is dat samen wel de essentie van het Hebreeuwse woord naderen, het woord karaf. Ja, dat je, als je tot het hart van de meester wilt komen, hè, als je hem echt wilt verstaan wat de meester te vertellen heeft, dan moet je je eigen ballast achterlaten. Want als je daar komt met allemaal ideeën en dingen in je hoofd, dan versta je hem niet. Om te komen tot de Ad Adonai, tot de kennis van de eeuwige, moet je je eigen ballast achterlaten. Nou, vond ik persoonlijk al een geweldig inzicht toen ik hier mee bezig was. Een uitzicht misschien wel. Toch wil ik voorstellen om nog even door te gaan met het woord korbaan. We gaan trouwens deze lezing eigenlijk helemaal nergens anders over hebben, alleen maar over dit woord naderen, want er valt zoveel over te vertellen dat ik helemaal niet aan andere dingen van het offeren toekom. Je ziet, ik bedien me weer van een aantal dezelfde dingen. Dat is, waar komt een Hebreeuws woord voor het eerst in de Bijbel voor? Wat kunnen we leren van de pictogrammen? En nou had ik de vorige keer ook nog weer iemand anders meegenomen. Weet u nog wie dat was? Of wat dat was. Het was een rabbi. Er staat ook een papiertje. Ik wil u presenteren Samson Raphael Hirsch. Daar heb ik het ook eerder over gehad. Je kan er natuurlijk heel erg zelf over gaan nadenken. Maar Samson Raphael Hirsch heeft gewoon fantastische inzichten die mij in ieder geval heel erg verder helpen. Dus ik dacht, ik ga u dat gewoon vertellen wat Samson Raphael Hirsch hierover heeft gezegd. En we gaan met elkaar een beetje studeren op zijn commentaar. En ik wil eerst eens kijken, wat heeft Hirsch nou gezegd over dat Hebreeuwse woord korbaan, hè, dat in het Nederlands met offer wordt vertaald. Hirsch zegt het volgende.
We hebben geen woord in de westerse talen dat op een juiste manier het concept dat inherent is aan het Hebreeuwse term korbaan overbrengt. De gebruikelijke vertaling offer, afgeleid van het Latijn offero, heeft de betekenis van iets dat wordt opgeofferd, waarin meeklinkt vernietiging, verdelging, verlies. Een bijklank die vreemd is en tegengesteld is aan het Hebreeuwse begrip korbaan. Ja, dat is ook spraakgebruik bij ons geworden, dat kent u, iets opofferen. Ja, dat betekent dat het je iets kost, toch? Ik zou bijvoorbeeld kunnen zeggen hier, nou, ik heb heel veel tijd en moeite opgeofferd om dat verhaal hier te kunnen vertellen. En wat zegt Matje dan, Matje, als ik dat zeg? Dat ik daar heel blij mee ben. Dankjewel, Matje. Ik had eigenlijk gehoopt dat je heel eerlijk zou zijn en dat je zou zeggen, ja, hoe bedoel je tijd en moeite opgekost? Jij wil hier een verhaal vertellen. Voel je het verschil? Sta ik hier omdat ik het zelf wilde? Of sta ik hier omdat Matje mij gevraagd heeft? Kijk, als Matje mij gevraagd heeft en ik mijn agenda kijk en ik ben druk en oké, Matje, ik doe dat wel. Ja, dan offer ik allerlei tijd en moeite op om hier een verhaal te vertellen. Maar als ik nou zelf een podium zoek, het graag een verhaal wil vertellen, al die tijd en energie die ik erin steek, is dat dan een offer? Nee, dat is iets wat ik zelf graag wil. Belangrijk verschil, en Hirsch legt dat ook uit. Hirsch die zegt het op deze manier. Hij zegt, het idee van een offer veronderstelt een eerder verzoek of een behoefte van degene aan wie het offer gebracht wordt. Ja, en het doel van het offer, dat is om aan zijn verzoek te voldoen of om zijn behoefte te stillen. Er is geen onderscheid, zegt hij, tussen een offer en een gift of een geschenk. Nou, daar ben ik het niet helemaal mee eens, maar dat zien we straks. Het concept van een korbaan, echter, is iets heel anders. Dat moet nooit worden begrepen als een gift of een geschenk. Het moet alleen worden gezocht in de context van de relatie van een mens tot God. En het kan alleen begrepen worden op basis van de betekenis van de wortel karaf, naderen. Nou, over dat werkwoord hebben we het gehad. Maar een offer, een korbaan, kan dus alleen in die context begrepen worden. Ja? Essentieel verschil dus. Bij een offer, bij dat Nederlandse woord, ligt het initiatief dus eigenlijk bij degene die genaderd wordt. En diegene die nader jij omdat je het gevoel hebt dat er iets van jou verwacht wordt, dat je aan een verzoek of aan een behoefte moet voldoen. Terwijl bij een korbaan, bij dat naderen, het initiatief ligt bij de naderaar. Ja, hij heeft zelf het verlangen om te naderen. En bij het offeren gaat dat dus, hij heeft zelf het verlangen om tot God te naderen. Ja, een heel belangrijk verschil. En zie je dus dat dat woord, Nederlandse woord offer, dat dat eigenlijk een bijklank heeft die er in het Hebreeuws niet in zit. Nou, ik ben het dus niet helemaal met Hirsch eens over dat geschenk, maar dat zullen we na de pauze wel zien. Voor de pauze nog twee belangrijke dingen die Hirsch zegt over dat tweede vers van Leviticus. En dan moet je weer even letten op de details van hoe ons dit verhaal verteld wordt. Dat tweede vers van Leviticus, dat staat dus op deze manier in onze vertaling. Spreek tot de Israëlieten en zeg tegen hen, wanneer iemand van u de Heere een offergave wil aanbieden, moet u uw offergave aanbieden van het vee, van de runderen en van het kleinvee. Nou zegt Hirsch, als de uitleg van dit vers alleen overeenkomstig de eenvoudige betekenis is, dan zou het voldoende zijn geweest om gewoon te zeggen, kijk, wanneer u de Heere een offergave wil aanbieden, moet u aanbieden runderen en kleinvee. Dat is de eenvoudige betekenis, toch? Hier streept dus een paar woorden weg en het eerste woord wat hij wegstreept, dat is iemand. En dat is het Hebreeuwse woord Adam.
Dat kennen we natuurlijk in de vertaling mens, maar het wordt ook vertaald met iemand. De vraag is dus, waarom staat dit woord wel in deze tekst? Het moet een betekenis hebben. Het staat er niet zomaar. Waarom vertelt de Torah dit verhaal met dit woord erin? Nou, dat legt Hirsch ons natuurlijk uit en hij zegt, ten eerste breidt de schrift het onderwerp, dat zijn de Israëlieten, breidt die uit met de algemene term Adam. Dus helemaal aan het begin van de offerwetten opent de schrift de poorten voor ieder mens, wie dat ook is. Niet alleen voor Joden, niet alleen voor mannen. Ieder mens is gerechtigd een offer naderbij te brengen in het heiligdom. Nou, vind ik fascinerend dat hij dat zegt. Dat het boek Leviticus, helemaal het begin, het offerboek over de offers, dat dat daarmee begint. Een offer is niet een exclusief ritueel voor Joodse mannen. Nee, het is universeel. En het is niet een rare afwijkende mening van Hirsch of zo, want hij haalt er zelfs nog wat Talmud-commentaren bij aan die precies hetzelfde vertellen. Offeren is voor iedereen. Gaat Hirsch verder. Met één woord maakt de Torah hier duidelijk wat later de profeet Jesaja zal zeggen over de andere volken. Wat zegt Jesaja dan? Hen zal ik ook brengen naar mijn heilige berg en ik zal hen verblijden in mijn huis van gebed. Hun brandoffers en hun slachtoffers zullen wel gevallig zijn op mijn altaar, want mijn huis zal een huis van gebed worden genoemd voor alle volken. Wat Jesaja profeteert, dat moet zeg maar in deze wereld nog plaats gaan vinden. Maar er is dus niet iets nieuws, hè? Dat niet-Joden daar gaan offeren. Hè? Hier laat zien dat dat al vanaf het allereerste begin iets universeels is. Goed. Adam is dus een uitbreiding van deze tekst. Wat is de volgende uitbreiding die hij ziet? Ja, offergave staat inderdaad, heeft hij weggestreept, maar dat is niet echt een uitbreiding. Hè? Dat is, sorry? Drie soorten. Nee, ik hoor dat daar achterin, maar... Vee. Het vee. Ja. Ja, zie je het? Kijk. Vee van de runderen en het kleinvee. Nou, runderen en kleinvee zijn vee. Hè? Dus waarom breidt hij dat vee uit? Er staat het Hebreeuwse woord behema. Staat dus extra in de tekst. Betekent in eerste instantie dier of beest. Maar waarom staat dat dan in de tekst? Verklaart Hirsch natuurlijk ook. Hirsch zegt, dit is de essentie van een offer. Degene die het brengt, die offert de dierlijke kant in zichzelf. Datgene wat nog verfijnd moet worden. Hij heiligt en zuivert zijn zintuigelijke aandrift door het dier in hemzelf naderbij te brengen. Ja, dus het offerdier, dat is een substituut voor het dierlijke in de mens, zegt hij. En eigenlijk staat dat ook zo in de tekst. Daar wees Friedrich Weinrepp me op, in een van zijn boeken. Hij zegt, kijk eens in de tekst. Er staat, wanneer iemand van u de Heere een offergave wil aanbieden. En dat is in het Hebreeuws ki yakriv mikem korban. En dat betekent letterlijk, Adam ki yakriv mikem korban. Adam, mens, een mens, ki yakriv, wanneer hij offert. Mikem, van jullie, korban, een offer. Ja, meestal wordt dat dus zo vertaald zoals nu in de tekst staat. Maar, zegt Weinrepp, je kan het ook lezen als een mens die zichzelf aanbiedt als een offer. Ja, een offer van jullie, een offer van de mens. Ja, want die mens heeft misschien ontdekt dat zijn lichaam het dier is en dat dat geofferd moet worden. Nou, voor die mens geldt dat hij niet zichzelf, maar een dier moet offeren. Weinrepp zegt het eigenlijk ongeveer zo. Hij zegt het naderbij brengen tot God van die mens vindt zijn uitdrukkingsvorm in de dieren die worden geofferd. Goed, samengevat. Hirsch verklaart dus ten eerste dat
offers niet exclusief voor Israëlieten zijn. En ten tweede dat de essentie van het offeren, van het dier, dat de mens het dierlijke in zichzelf doet naderen tot God. En Weinreb die bevestigt dat laatste eigenlijk. De vraag is dan, wat is dat dierlijke in een mens? Nou, precies, goede vraag, want ik wou net zeggen, daar moeten we naar de pauze nog eens over nadenken. We gaan eerst even pauze houden.